iets anders dan. Er wordt altijd geklaagd over scholieren die alleen maar achter de computer hangen. Dat ze alleen maar clipjes op YouTube zitten te kijken. Maar uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen blijkt nu dat filmpjes op YouTube leerlingen juist helpen. Wie naar YouTube kijkt is beter af dan wie alleen maar studieboeken leest. Jean-Claude. Newton zei, voor elke actie is er altijd een gelijke en tegenovergestelde reactie. Oftewel, de acties van twee lichamen op elkaar zijn altijd gelijk en tegengesteld gericht. Jean-Claude Van Damme oefent nu een kracht uit op mij, maar ik oefen een even grote kracht uit op Jean-Claude Van Damme. Was dat nodig? En hier word ik dus een stuk intelligenter van, begrijp ik, Kona. Het kan ook jou helpen, volgens dit onderzoek althans. Mm-hmm. Of zo een grappig verhaal. Het is het idee van een VWO-student geweest. Die wilde eigenlijk zijn eindexamenproject wilde doen op of nou het helpt. Hè, dat we veel naar video kijken tijdens het leren. Of dat dan de resultaten verbetert. Hij kwam er alleen niet uit. Statistisch gezien zocht hulp. Kwam terecht bij de Radboud Universiteit. Je zei het al. En daar was iemand die zei, hey, let's make this happen. Laten we er niet gewoon een scriptietje van maken. Maar echt een full-blown wetenschappelijk onderzoek. Het is deze week gepubliceerd. En volgens dat onderzoek blijkt dat als je naar YouTube-filmpjes kijkt, en het gaat dan over een natuurkundeles, mm-hmm. dat dan helpt dat je een hoger cijfer haalt. Het scheelt echt. Luister maar eventjes wat mensen er zelf over vertellen. Er kwam uit dat je als je een YouTube-filmpje volgt, nadat je klassikaal les had gehad, als je een YouTube-filmpje volgde, dan maakte je gemiddeld de toets 1 tot 1,5 punt beter dan wanneer je alleen maar het lesboek had gebruikt om je voor de toets voor te bereiden. Ik ben echt gaan kijken naar goede, korte filmpjes die elk onderwerp gewoon kort behandelen. Vervolgens ben ik in klas 5 en klas 6 die heb ik opgesplitst. Als dan de helft van de hoofdstuk was behandeld, dan ging we een klein toetsje aanhangen. Nou mag je leren, een kwartiertje ongeveer, een half uur. Jullie hebben een tekstboek en de andere helft die keek videolessen. En na de hand hebben we dat omgedraaid, dus voor het tweede deel van het hoofdstuk. Ik zou zeggen dat het een aanbeveling is voor het onderwijs om YouTube-filmpjes verder te ontwikkelen en te gaan gebruiken. Nog meer dan in nu het geval, zijn al veel initiatieven in Nederland. 1,5% hoger, 1 tot 1,5%, maar wel nadat ze met z'n allen klassikaal les hebben gehad. Hè? Dat is wel belangrijk. Ja, dat is dus een aanvulling op de lesstof. Hè? Dus dat niet iedereen nu denkt van, oh goed, ik hoef alleen maar met mijn iPad te zitten. YouTube. Dat is overigens wel te verklaren hoor, want als er iets aan de hand is nu, hè, dat is nauwelijks nieuws, we noemen het toch eventjes, dan is het dat we in een beeldcultuur leven. Ik zie dat bij mijn eigen dochters, die van 10, die wil heel graag piano leren spelen. Het eerste wat ze doet, daar hoef ik niets aan te doen, is naar YouTube kijken of daar lesmateriaal te vinden is. Dat is er, massaal. En die zet dan haar iPad gewoon op het keyboardje dat inmiddels in huis is komen te staan. En die volgt gewoon de lessen. Dat doet ze op haar 10-jarige leeftijd. Die andere die zit hier halve dagen met de koptelefoon op en die volgt vloggers die haar uitleggen hoe zij Minecraft moet spelen. Dus beeld heerst, zeggen we dat tegen. En het is allemaal verkrijgbaar op YouTube. Dat brengt natuurlijk heel veel mogelijkheden dichterbij. Ja. Voor mensen die piano willen leren, natuurlijk kunnen maar leren. Maar ook, je ziet het in het Minecraft willen leren. Minecraft, maar het gaat natuurlijk veel verder. En het is misschien nog wel economisch relevanter als het gaat om het onderwijs. Hè. Veel universiteiten storten zich massaal op videolessen. Hè. Er worden online courses aangeboden. Samenvattingen of zelfs hele lesprogramma's. Soms gratis uit idealisme. En steeds vaker ook gewoon als een alternatief om betaald les te volgen. En die hoef je dan niet meer uit Afrika naar Harvard toe. Hè. Dat scheelt in ieder geval alweer een ticket. En het is gewoon makkelijker. Maar dat die studenten nou hogere punten halen, dat lijkt me ook wel logisch. Want die lezen en het boek en die kijken en een filmpje. Dus dat zijn dan waarschijnlijk ook de meest fanatieke studenten. Nee, want dat is een test geweest. Ze hebben gewoon de klas in twee gesplitst. Dus ja, dat is A-select gebeurd. Dat is A-select inderdaad. Dus dat heeft niets met fanatisme te maken. Het is wel zo, het punt wat je aanhaalt is wel goed. Het boek blijft de basis. En dat zie je ook aan de verkoop van boeken. Hebben we eventjes nagezocht. Daar zit nu niet ineens een deuk in of zo. Die boeken worden wel dunner overigens. En wat je in lesboeken ziet, ik zie dat thuis ook al, is dat er veel meer wordt doorverwezen naar video. Mm-hmm. En veel meer wordt gezegd, nou volg dit ook eventjes via YouTube of andere webkanalen. Video echt als extra, als aanvulling dus op, het normale lespakket. En dan nog, dit is gedaan met een natuurkundeles. Dus één groepje. Nou, we hebben het net horen uitleggen.
De vraag is natuurlijk of dit ook voor niet-exacte vakken geldt. En wat denk je? Ik denk het eerlijk gezegd wel. Hè, ik zei het net al, dat mensen steeds meer gewend zijn om ook visueel informatie tot zich te nemen. Het leidt ook tot meer motivatie. En dat hebben ze ook ontdekt bij onze buren in Hilversum. Bij het programma Klokhuis van de VPRO. Die gebruikt rapvideo's tegenwoordig om kinderen spelling te leren. En moet je eens kijken wat ze maken van de DT-regel. Ik loop is zonder T. Want als ik loop, dan klinkt de T niet mee. Jij loopt is met de T. Want als jij loopt, dan klinkt de T wel mee. Maar soms klinkt de T totaal niet. Hoor maar in het werkwoord mee. Jij vindt, heeft dat een D? Of is jij vindt alleen maar met een D? Ja, het leek een beetje op Lil Kleine, hè? Die daar. Maar die is ook zo goed in Nederlands. Nee, maar goed, dit soort dingen. Ik denk dat we dit eerder regelt dan de uitzondering wordt, eigenlijk. Nee, maar ik merk het bij mezelf ook. Ik moest laatst even uitzoeken hoe ik mijn sneeuwkettingen erom doe. Er zit al zo'n heel boekje bij waar het is uitgelegd. Ja, ik ga het boekje niet lezen. Ik dus zoek wel even een YouTube-filmpje op. Met dus... je iPad de sneeuw in. Ja, fantastisch. En ben je veilig afgekomen? Dat heb ik van tevoren gedaan. En daarna heb ik hem 3 keer succesvol omgelegd. Ja, ik word Reiner, dank je.